Hallo Legion en welkom bij een nieuwe part van Wolfenstein The Old Blood. Of zeg ik eens gewoon een keer Wolfenstein The Old Blood. Maar dat klinkt niet zo mooi. Dat klinkt gewoon per direct niet mooi. Als ik gewoon Wolfenstein The Old Blood zeg, in het gewone Engels. Dat klinkt zoveel beter. Ik zeg Wolfenstein The Old Blood. Dat klinkt echt zo Duits-achtig. Hoor, wie klopt er, kinderen tussen? Panda muts. Open the gate to the side of the building. There's a key underneath a large rock. Use the basement window. Okay. En ja, ik moest daar opstaan. Alright, the basement window. Where's Peppa. Your shirt, you handsome sod? Pippa, your agent too. It's Pippa, Nurse Pippa, Pippa. Inga now. Dat zegt mij helemaal niks meer. Het zegt mij echt helemaal compleet niks. So this is where they transferred you. Yeah, 6 months now. Paperboy. Haven't seen you since the London HQ party. Oh, wat is er mis met die man, hé? The fuck is er mis met die dude? Hallo? Volgens mij heb je een dooi in je bed liggen. I tried to save him, Pippa. I know you did love. Ah, hier. We zullen gaan zitten. We zullen lief zijn. Ah, maar niet aan. Listen, I know what goud. You're after, Blasco. Aha, the man goud. In my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching nou, ik ga weer zitten, hoor. Located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. But for okay. God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. All right. Do leave your guns. The tavern staff don't carry firearms. I'll keep Niet. Them safe for you. Fucking Nazis. And people just follow these bergs like brainless ghouls. Dat wordt een hele volle kist volgens mij. Eén ding wat ik nou wel slecht vind. En ik denk dat jullie dat ook al opvalt. Wij kunnen wapens dual wielden. Aha, dus dual wielden houdt in twee wapens. Waarom hebben wij overal maar één van ingegooid? Detail. Ze doen zoveel goed in die game. En dan zulke dingen denk ik, doe dat dan ook even. Zoveel moeite is het niet om twee guns neer te donderen. Ja, komt goed. Jee, de sewers. Nou, de ballen. Blup, ik ben een visje. Them hinges don't rust till I get back. In het water. Oké, daar zit niks. Yay! Oh, zo leuk, zwemmen. Yay! Hai. Moeten we even kijken waar we uitkomen. Zijn onze kleren nou trouwens ook niet nat? Als wij volgens moeten gaan werken als een... als een ober. Dan kunnen we volgens mij toch niet met natte kleren gaan. Maar dat kan aan mij liggen natuurlijk. Dat een beetje raar is. Want daar is de tavern. De gasthuis. Kunnen we ook holsteren. Het is wel cool wat hij met die knife doet. Hij heeft verschillende animaties volgens mij. Sterfhondje. Robothondje, beter gezegd. Wil ik zo mooi de muziek daar wegkomen? Yay, gold collector. Oh. Ga dood. Ik had die hond niet eens goed gezien om eerlijk te zijn.
Hoeveel fucking dingen moeten we nog collecten, jongen? Waar staan die dingen? Perks. Nog twee. Nog twee helmpjes. Alright. Jee, het scheidhok. Alright, we gaan naar binnen, denk ik. Zal wel moeten. Oké, daar gaan we dan. Hallo, mijn gast. Cousin Wilma on the dive bar in Mesquite. Earned my first dollar there. Spent it all on rock candy. Sweet, sweet candy. Ooh, a map. Kijk aan, mooi schotje voor. Oberblazgovic. Ze zijn allemaal heel erg mooi aan het zingen daar ook. Dit wordt interessant. Kan ik er ook mee? Oké, ik kan er niet mee gooien ofzo. Dat is wel jammer eigenlijk. Dat was leuk geweest. Dat is echt een soort balansspelletje. Was zo. Dat had ik dan wel grappig gevonden. Maar dit wordt interessant. Hallo Duitsers. Deurtje dicht. Doei. Hey, Ober! Frau Obersturmbahnführer von Schaps ist hier. Obersturmbahnführer! Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga! Hallo. General Strasse will Ergebnisse sehen. Und goddamn folder. Ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden? Ach, halten Sie doch die Schnauze. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Ich bring Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fuck. Fuck. Ja. Setzen Sie sich. Ein Cookie. Ich habe kein Cookie bei der Coffee. Wie heißen Sie? Hank. Friends. Friends. Mein Cousin ist auch so. Das ist mein Feuer. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Das ist mal warm, verteilt jetzt an den Ober? In die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Okay. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Ja. Oh ja. Ey, Wulle, was soll ich mit dir, wenn? Mein Akzent habe ich ja. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Oh. Der ist sauer, um Gottes Willen. Sorry. Trinken Sie aus. Ah, dann muss ich ihn mal trinken. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Sieht wel een beetje uit als een man wel even eigenlijk.
Because, my dear incompetent Schreiner. Fijn dat ze overgaat op Engels. English, motherfucker, do you speak it? I really think I would be impressed by your atrocious German. Now give me the folder, Franz. No. Behalten Sie ihn im Auge. Frau Obenbürster. Damn, Ob. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Ah, das Pistol für ihr, aber ja, gut fast, Junge. Nichts, bis ich bei Ihnen bin. Aha. Oh, we zijn een beetje dronken. Dat helpt niet echt. Oh, auw. En we hebben nou hoofdpijn. Dat hadden we al, omdat we dronken waren. Maar... nou ja, zo snel kreeg ik niet op aan, man. Ze hebben de bodem met dynamiet gesprengd. Dat moest het erdbeben uitgelost hebben. Wat? In deze stad? Raus, snel, bevor das ganze Gebäude einstürzt. We müssen zur Ausgrabungsstätte. Chapter 6, Ruins. Het was wel te verwachten dat ze ons door had. Looks like a dusty old map. What secrets are you looking for, Helga? Dat is een goede vraag, mijn vriend. Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy? Yes! Armor upgrade. Yay. You've unlocked a perk. Yay. Alright, iets wat mij opvalt trouwens, wat elke keer gebeurt, is dat er een rat vertelt je elke keer waar je naartoe moet. Dat is wel cool op zich. Die geeft elke keer hints van, je moet naar hier naartoe of hier onderdoor of wat dan ook. Dat is wel leuk gedaan. Allright, we kunnen nou dus onze armor overchargen, als ik het goed heb. Maar ja, de stad brandt, dat is mooi. We hebben geen pistool of wat dan ook, helaas. Nog niet. Dat komt nog, we hebben wel goud. Wat? Jesus Christ! Een zombie! Het is een zombie. Wauw. Dat die game op de zombie tour gaat. Dat had ik niet verwacht. Hallo zombie. Kom wel mooi tegen zijn bakjes aan. Ah ja. Dus er zijn nu zombies. En zombies wil ook niet dood. Chambler. Zij noemen Chambler. Some of the Nazi soldiers who were killed in the disastrous Engels. Some of the Nazi soldiers who were killed in a disastrous earthquake came back from the dead with singular purpose, to kill the living. Thank you. Dat was moeilijk om te vertellen. Ah ja, maar er zijn dus nou zombies. Net kon ik nog iets doen en nu helemaal niks. Dat bedoel ik dus, met dat ik het af en toe niet snap wat die game heeft. Soms kan ik dingen oppakken en soms niet. Zo, is nou snel ook. Allright, drie slagen tegen hun bakjes. En zijn dood. Dat is positief. Jee, nog meer goud. Ik vraag me nog steeds af wat hier eigenlijk dan de bedoeling was. Maar... ah, en ik weet niet wat ik nou heb opgepakt. Maar... ah, shockhammer slugs. Maar voor de rest is hier niks. Oké, dan gaan we naar buiten toe. Maar er zijn dus nog zombies. Oké. Aan de ene kant een beetje ver gezocht, vind ik. Maar het is wel grappig, daar niet wel. Het is wel leuk. Het is wat nieuws ook. Nou ja, het is niet echt iets nieuws. Zombies bestaan al jaren. Maar nou ja, ze bestaan eigenlijk niet. Maar het idee van zombies bestaat al jaren. Het is meer dat... ik Wolfenstein niet had verwacht dat ze er zoveel zombies in zouden flikkeren opeens.
Helemaal aangezien in de New Order zitten helemaal geen zombies. Dus, oeh, fucking hell, kut zombie. Wat is dat? Oh, jij bent geen soldier ook nog. Uh-oh. Auw. We werden geraped door zombies. Maar ja, het is even wennen. Het zijn andere enemies. Laten we het daarop houden. Maar volgens mij kunnen we nou blokken. Misschien is dat beter. Dat we nou een volledige pijppast hebben. Zo! Oké, we kunnen blijkbaar one-hit kills maken. Kom dan. Ah ja, die one pipe is een stuk beter tegen zombies. Weer wat geleerd. Kessler, come in. Dat is echt een heel stuk beter, hey. Jesus Christ. Fucking gadgets. Krijgen wel allerlei kogels, maar niks om het uiteindelijk te gebruiken. Dat is dan wel weer jammer. Wat is dit? Ziet er eng uit. Uh-oh. Uh-oh, die duwt achteraan. Oké, Pippa wordt verkracht. Het is een sexy tamme ghost op zitten wachten, een soort van. Staff! Hij is dood. Pippa ook. Nee. Pippa is dood. Oké, we halen onze wapens nu even terug. Dat is leuk. Oh, Pippa komt te leven. Ah, goddammit. Hey, Pippa, jij wordt afgemaakt met de shotgun. Wat zeg ik? You deserved a better fate than this, Pippa. Ja, wie niet? Goed dood, jongen. Was dat een zombie met een gun? Volgens mij was dat een zombie met een gun. Op zich is het wel fijner, denk ik. Want je hebt nou geen alarm. Aangezien het toch al automatisch alarm is en iedereen mee toe komt. Shotgun blijft het wapen. Ah, er zat nog een deur tussen. Tussen de buitendeur en de binnenkant. Interessant. Yep, die zombies hebben gewoon nog rifles vast en shit. Dat is apart. Oké, de kaart hebben we meegenomen. Blijkbaar. Oh, get wrecked, hondje. Get wrecked. Ik had verwacht trouwens dat er een zombie aankwam. Ah ja, die zombie heeft een gun vast. Dat is gezellig dan. Dan moet je nog fucking op gunzombies letten. Uh-oh. Ik was net te laat, omdat ik aan het reloaden was. Motherfucker. Maar die shotgun werkt goed. Serieus, vanuit de lucht. Oh, hi. Waarom komen sommigen op je afgerend? Dat is een goede vraag. Waar ik dus geen antwoord op heb, omdat ik zelf de vraag stel. Oh. Goed over nagedacht. Waarom lagen er allerlei granaten in die la? Geen idee. Alle zombie. Oh, flikker er nog een. Goud. Waar is het daar? Hey, oh my god, jongen. Er zijn veel Duitsers hier, hé. Jesus Christ. Er zijn veel Duitsers hier in het gebied. Blazkowicz, can you hear me? Kessler, listen. Yeah. Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. Ja, yep, waarschijnlijk zal dat voor de zombies. Het lijkt er wel op, als je kijkt hier. On my way, Kessler. Ziet er niet helemaal uit.
zombies proberen door de poort heen te breken. Wacht, het is gelukt. Oh, dat was snel opeens. Get wrecked, jongens. Shotgun power, zombies. Zo doen we dat. Ik meende even iemand nog voorbij te zien rennen, maar oké. Ah, dat had ik goed. Wauw, oké, die zombies gaan wel super easy dood. Dat is chill. En je bent nu continu aan het schieten. Niet meer stealth dingen aan het doen. Dus dat is wel leuk voor de verandering. Dat zeker wel. Tenminste, ik vind het niet slecht. Hij is dood, jongen. Aha. Wacht. Die zombies die weten toch niet. Die roepen toch niet granaat of zoiets. Oh, mooi. Ik heb 3 lagen kill met 1 granaat. Dat was die andere fucking... een van die perk challenges was dat. Awesome. Dat was echt perfect. Dan hebben we een extra granaat. Altijd handig. Oeh. Waarom komen sommigen op je afgecharged? Oh. Dat is echt heel niet lief. Hij is dood, jongen. Jij ook. Ik weet, ik moet misschien iets meer op het hoofd mikken, maar ja. Oeh. Civilian Shambler. Oh ja, want er zit verschil in. Het is een gewone Shambler en een Civi Shambler. We krijgen ook Pipo de Clown Shambler. Die krijgen we ook nog. Was dat nou Williams Doc? Oh, Wolfbox Doc. Ik dacht al. Ik dacht echt dat het stond Williams Doc. Kijk, Secret Shittle. Hey, kijk, we zijn bij. Zouden ze nog leven, die twee? Ik heb geen idee. Dat rijmt. Hey. Zouden die nog leven, die twee? Ik heb geen idee. Maar ja. Hoe de fuck kom ik boven daar? Wat? Found it. Het lijkt me op zich dat ze wel gewoon moeten leven nog. Als zij daaronder gewoon zijn gebleven. Dan heeft niemand hun kunnen rapen en zouden ze gewoon prima in orde moeten zijn. Hello. Maar dat zijn ze niet. Ah. Kijk aan, we gaan een shotgun zagen. Zagen, zagen, wie de wagen. Uh-oh. Zagen, 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 wie de wagen. Hi. Oh, get wrecked. Sound of shotgun. Sort of. Niet sound of. Sort of shotgun. The 12 gauge cyberside break action sort of shotgun. Extreme efficient when taking on enemies at close range. 12 zombies. Awesome. Fucking awesome. Ah, let's go. Zombie hunting time. Look at that. It's raining Nazis. Van die zeppelin? Hoe de fuck regent het Nazis van een zeppelin af? Leg maar daar de logica uit. Als jij in een vliegtuig zit en er is een tsunami of een aardbeving, dan heb jij er geen last van. Dus. Want je zit in de lucht. Dus waarom zou een zeppelin last moeten hebben opeens van. Zombies? Oké, die rode. Cloud en shit, maar. Ja. Staaf. Ja, dat dacht ik dus niet, hè. Oh. Zo! Oké. Dat was gezellig. Ik kreeg het er niet helemaal in beeld, helaas. Dat was wel spijtig. Leuk geweest. Het zag er wel mooi uit, die explosie. Tenminste, waar ik het van heb gezien. Dat is dood. Dank u. Jij ook. Mooi. Nog meer schieten in de kutzombies. Dat is dood. Waar moeten we heen? Niet hierheen in ieder geval. Volg de weg.
zou ik zeggen. Oeh, shotgun shells. Maxed out, serieus, nu al. Kunnen we hier naar boven en... Nee, blijkbaar niet. Oh, die zombies komen gewoon allemaal weer tot leven, want ja, dat is leuker. Jee, goud. Waar de fuck moeten we naartoe? Goed. Goeie vraag. Goed, goed vraag. Wow. God Nederlands, ik God Nederlands. Wat een. Ik weet niet waarom, maar reload mesh is prima om dat te krijgen, lijkt mij. Oh fuck. Zo, dank u. Maar even ammo ophalen. Dat was een beetje scheef. De flikker, blijven gewoon nazi's uit de lucht flikkeren, volgens mij. Dat is het idee van de game. We blijven nazi's van... Oh, daar moeten we heen. Kijk, het grote gat daar. In het water. Blup, blup, ik ben een visje. Een PJ visje. De smid. Goud. De goudsmid. Oh. Dat is wel cool. Mooie reference. Oh. Aha. Ik zie hem al. Gaan we doen in de volgende part. We gaan volgende part beginnen met een Wolfenstein 3D oldschool ding, droom, nachtmerrie. En daarna gaan we verder in de zombie Wolfsburg. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ben benieuwd wat jullie vinden opeens van de zombie sfeer, om het zo maar te noemen. Ik vind het apart. Ik vind het niet slecht, maar... Ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje apart. Laten we het daar maar ophouden. Het past niet echt in de story, voor mijn gevoel. Maar ik ben benieuwd wat jullie van vinden. Laat het weten in de comments. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. En ik zie jullie weer in de volgende video. Laters!